Het is Dierendag en dus staan alle viervoeters weer even extra in het zonnetje. Dit gebeurde vandaag ook in Puiflijk, waar honden getraind worden met allerlei activiteiten en oefeningen. Het bijzondere hieraan is dat de oefeningen niet alleen goed zijn voor het lichaam, maar ook voor de mentale gezondheid van de huisdieren. Vicky doet tijdens haar lessen activiteiten met de honden en hun baasjes. Dit doet ze met de honden die hun basistraining al hebben gehad. Ze vindt het belangrijk dat de honden leuke activiteiten blijven ondernemen. De les waar jullie net bij hebben meegekeken, dat zijn onze GSB-lessen. Dat staat voor gewoon samen bezig. Dat zijn lessen voor honden die de basisopvoeding eigenlijk al hebben gehad. Maar die het leuk vinden om gewoon leuk bezig te blijven. Die extra dingetjes kunnen leren. Honden leren een leven lang. En dat betekent dat je een leven lang eigenlijk leuke dingen met ze kan ondernemen. We vergeten het soms, maar trainen en spelen met je hond is een van zijn basisbehoeftes. Vicky vindt het belangrijk dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed. Het is heel belangrijk om honden mentaal te blijven uitdagen, omdat dat een van de basisbehoeftes is van onze honden. Onze honden hebben meerdere basisbehoeften. Eten, drinken, bewegen, voldoende mentale uitdaging, sociale contacten en slapen. Dat zijn echt de voornaamste waar dagelijks aan voldaan moet worden. En trainen is daar een hele mooie manier voor om daarmee aan de slag te gaan. Deze week bestaat Dog Scales al 7 jaar. De trainingen die ze nu geeft, geeft ze al zo'n 6 jaar. Ook geeft ze privé-trainingen voor honden die nog niet in groepsverband kunnen trainen. Dit soort trainingen doe ik nu denk ik een jaar of 6 op deze manier. We zijn echt gestart met alleen privé-trainingen voordat we met groepstrainingen zijn begonnen. Daar zijn we nu ongeveer een half jaar tot een jaar mee gestart. Omdat daar ook steeds meer vraag naar kwam. En honden starten in eerste instantie bij ons vaak omdat ze niet in groepsverband kunnen trainen. Niet goed mee kunnen komen, wat meer persoonlijke aandacht nodig hebben. En op een gegeven moment zijn ze eraan toe om in groepsverband te gaan trainen. Dus ja, dat is eigenlijk tegelijkertijd met onze cursisten en de groei van die honden zijn de lessen ook meegegroeid. Voor alle hondenbaasjes thuis heeft Vicky nog wat tips hoe dat je jouw hond het beste kan verwennen. Door vooral te kijken naar de behoeftes van jouw hond. Niet zozeer wat vind jij leuk of wat zou jij graag doen, maar wat zou mijn hond kiezen als hij de keuze had? En geef je hond ook de keuze. Ja, door ze de keuze te geven, ze kunnen je soms verbazen, maar kunnen we ook ontzettend veel van ze leren.